In deze uitzending de bijzondere tentoonstelling van fotograaf Milan Gies in Huis Kernhem. Ook is er weer een agenda. We beginnen met het verjaardagsfeest van Jan Siebelink in Cultura. Welkom bij Mooi Zo. Onlangs werd de schrijver Jan Siebelink 80 jaar. Dat werd op 19 februari uitgebreid gevierd in Cultura. Onder andere schrijver Frans Tomeze, dichter Arjan Kien en beeldend kunstenaar Klaas Gubbels gaven acte de présence. Ook ontving Jan Siebelink uit handen van burgemeester René Verhulst de Edese erepenning met de daarbij behorende oorkonde. Burgemeester René Verhulst vindt het een mooie avond. Ja, het is natuurlijk een prachtige avond, 80 geworden, 13 februari. En dan hier tussen Edenaren allerlei bekenden met andere schrijvers ook dat te kunnen vieren. En dan vertelt hij ook nog eens dat hij het erg naar zijn zin heeft in Ede en houdt van de natuur. Nou, mooier kun je het niet hebben natuurlijk. Proost, Frans Tomeze. Hoe is die vriendschap met Jan Siebelink? Ja, hoe die ontstaan is, ik denk dat we elkaar kennen van een receptie of van een cafébezoek waarschijnlijk. Zoals schrijvers kom je altijd in hordes tegen. En wij herkenden elkaar meteen, natuurlijk omdat hij al een bekende schrijver was. En hij bleek ook mijn werk gelezen te hebben. En ja, wat we herkenden was dat we allebei provincialen waren in de grote stad. En als je provinciaal bent, dan moet je meer je best doen dan mensen die er al waren. Dus wij herkenden denk ik allebei die enorme geloofsijver in de literatuur om er echt goed uit te drukken en dergelijke. En ook we hadden allebei toch wel de Bijbel als leidraad in mijn eerste werk in ieder geval. De taal van de Bijbel, maar ook het gevoel dat alles toch geladen is met betekenis. Dus dat herkennen we bij elkaar. En tegelijkertijd onze verlangen om aan die knellende banden te ontkomen. Het is een neiging tot ontsporing en decadentie en liederlijkheid. Dus het, niet voor niks leren we elkaar kennen in de alcoholdampen. Hele goede manier om elkaar te leren kennen, denk ik. Zeker, en schrijvers hebben dat extra, want die zijn natuurlijk altijd een beetje stug en gesloten. En er moet eerst wat drank in, willen ze uit hun schulp komen. Ik heb een aantal van zijn boeken gelezen en de beklemmende atmosfeer, knielen op een bed, violen, het onafwendbare, dat zie je ook in de Buurjongen. Ik herken dat wel, dat steile calvinisme, dat buigen voor toch hele strenge dingen, het onafwendbare, ja, heel herkenbaar. Ede is behoorlijk pluriform. Ja, ik denk toch nog dat het heel verschillend is. Hè. Natuurlijk heel veel kerken, heel veel kerkgemeenschappen. En ja, dat werkt ook bindend. En ik zeg wel eens, ja, het is vruchtbare grond in Ede in alle opzichten. En een goede wijngaard. En een goede wijngaard, ja. Wij werken allemaal in de wijngaard. Dat is een uitspraak van Jan Siebelink. Het werken in de wijngaard, dat vindt hij ook als hij boeken aan het schrijven is. Dan werkt hij in de wijngaard. Een hele mooie metafoor. Het was een drukke avond, ook voor de schrijver zelf. Zoals je ziet gaat het met mij behoorlijk goed. Ik heb mijn verstand bij elkaar. Mijn geheugen werkt uitstekend nog. Ik heb niks te klagen. Je hebt heel wat meegemaakt het laatste half jaar. Ja, ik heb een vervelende TIA gehad en een nieuwe heup. Maar nu kan ik weer lopen en ik kan weer alles doen wat ik wil. Ik heb maar één verhaal te vertellen. Dat is het verhaal van mijn ouders, van hun strijd om hun bestaan. En wij als kinderen die daar ook bij waren. Dus ik kom er altijd op terug, omdat er altijd aspecten zijn die nog niet beschreven zijn. En dat gaat niet. Ik zit niet te zoeken van, ja, dan moet ik weer een boek schrijven. Nee, het gaat vanzelf. Het ene boek roept het andere op. Is dat nu ook weer zo? Je hebt nu De Buurjongen geschreven en gaat het maar door dan? Ja, ik moet even afwachten nu. Ik heb nu zoveel festiviteiten rondom deze verjaardag. En Gerda heeft een ongeluk gehad. Mijn vrouw heeft een ongeluk gehad. Dus ik moet nu even zorgen dat ik overleef. Gemeentelijke erepenning is een bijzondere onderscheiding.
Dat is de medaille van verdiensten. Die krijg je inderdaad niet zomaar. Ik heb genoemd in het rijtje de brigadegeneraal Hackett, die bij de luchtlandingen was in 1944 op de Ginkelse Heide. Nou ja, als je in dat rijtje staat, de eremedaille van Ede, dat telt. Ik dacht dat ik wel ereburger was geworden. Dat is een ander soort iets. Maar een erepenning had ik er nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Maar niettemin ben ik... daar trots op. Er zal wel een grond voor zijn om mij dat te geven dan. En nu 80 jaar, hoe voelt dat? Het schept eerder vitaliteit dan verlamming, ja. Dus ik ga gewoon rustig door. Onlangs bracht fotograaf Milan Gies in huis Kernhem een tentoonstelling van een reeks indringende portretten getiteld Grazia. Deze expositie toont onder andere rauwe portretten van verslaafde en ernstig zieke mensen. Ecce homo, zie hier de mens. Gies toont zijn fascinatie voor het menselijk lichaam en de wijze waarop dit het wezen van de mens onthult. Ik denk dat het meer een fascinatie voor vorm, überhaupt voor sculpturale vorm is. Ik vind dat een lichaam is meestal ook een beetje het dagboek van je leven. Maar ja, waar je fascinaties vandaan komen, dat je hebt een fascinatie of je hebt het niet. Dus ik ben gefascineerd door het menselijk lichaam. Ja, mooi is natuurlijk sowieso een ingewikkelde term. En ik heb ook niet de intentie om mooie beelden te maken. Er zit wel een bepaalde esthetische waarde in mijn werk. Maar misschien ligt mijn fascinatie ergens anders. En gaat het me niet om de schoonheid. Bovendien zijn er volgens mij in de media over de hele wereld al genoeg voorbeelden van mooie. Tenminste, wat veel mensen mooi vinden. Een contrast met de portretten zijn de foto's van de honden. Bij de honden is natuurlijk letterlijk de worsteling en de sparteling zichtbaar. Maar bij de andere foto's is er natuurlijk ook sprake van een worsteling. En daar zit aan de ene kant de vergelijking tussen, of tenminste de overeenkomst tussen mijn sculpturale manier van benaderen. De mens benader ik als een sculptuur en de honden precies hetzelfde. De honden zijn veel meer lijf en veel minder hond voor mij. En de minder zichtbare kant, namelijk die spatterling, de worsteling, het gevecht, het overkomen. Ik vind deze drie namelijk een heel mooi voorbeeld. Ten eerste omdat ze alle drie uit verschillende series komen, ook uit verschillende tijdperken. Maar als je ze bij elkaar doet, is er heel veel relevantie, is er heel veel relatie. En wordt het ook, naar mijn idee, een poëtisch geheel. Je ziet in alle twee die foto's aan de rechterkant heel duidelijk een worsteling, maar ook een overgave. En dat is een prachtige combinatie in het drama. En het zijn ook allebei hele sculpturale beelden. En dan daarnaast een bloem waar natuurlijk ook schoonheid in zit, maar ook in verval. En dat is wat mij betreft een prachtige overeenkomst, namelijk schoonheid en verval. Dus het drama, een goed gerecht bestaat ook altijd uit een zoetje en een zuurtje. Het moet niet alleen maar pijnlijk zijn. Er is iets moois en er is ook iets pijnlijks. Het moet een beetje wringen. En dat komt bij deze drie, die combinatie komt dat heel mooi tot z'n recht, vind ik. We zien hier de schoonheid van het verval van het menselijk lichaam. Maar ook liefde voor de mens. Liefde en vooral vrede. Het gaat vooral over vrede en acceptatie. Dus een foto is in staat om een moment te bevriezen. Als je iemand ook in een periode zou kunnen bevriezen, dan is het op het moment gewoon even stil. De meeste mensen die je geportretteerd hebt zijn of ziek of verslaafd. Er zitten een aantal mensen tussen die ernstig verslaafd zijn. Er zitten een aantal mensen tussen die psychische ziektes hebben. En er zitten iemand mensen tussen die fysiek beperkt zijn. En hoe kom je nou aan deze modellen? Op hele verschillende manieren, maar ik heb naast dat ik in fotografie ook lesgeef, 16 jaar taxi gereden. En door het taxirijden zit je eigenlijk achter glas in een rijdende documentaire. Kom je in aanraking met en zie je veel. En vrijwel alles wat je hier ziet hangen, ben ik wel mee in aanraking gekomen door middel van de taxirijden. En hoe zijn de reacties op deze foto's? Die zijn ontzettend verschillend. Er zijn mensen die kunnen er niet naar kijken. Er zijn mensen die vinden het heftig. Maar er zijn ook mensen die vinden dat daar de schoonheid in zit. Het werk is een communicatiemiddel en bedoeld als een dialoog. En iedere reactie erop vind ik interessant en is vaak ook eerlijk. Toneelgroep Mare speelt op 28 en 29 maart het stuk De Val van Jeroen van den Berg. De Val is een komedie, satire en tragedie over de macht van de media. Het vertelt het verhaal van een succesvolle presentator die door toedoen van zichzelf en zijn omgeving ten onder gaat.
Mare speelt stukken die onderhoudend en humorvol zijn met een betekenisvolle onderlaag. 23 maart geeft Christelijke Oratoriumvereniging Excelsior onder leiding van de dirigent Gerben Budding een uitvoering van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach in de Bethelkerk in Barneveld. Medewerking wordt verleend door het barokorkest Capella Maria Barbara, Ars Musica Koorschool en een zestal solisten. De weekenden van 17 maart tot en met 2 april zijn Rusland, Nieuw-Zeeland en Nederland vertegenwoordigd in de nieuwe expositie in Huis Kernhem. De Russische Anna Khodorovich experimenteert graag met onorthodoxe materialen als ondergrond. Zij schildert in olieverf waterlandschappen. De Nieuw-Zeelandse Sarah Alice Miles maakt kleurrijke objecten van hergebruikte materialen zoals textiel, tegels en glas. De schilderijen van Lia Kok zijn heel divers en samengesteld uit verschillende materialen. Ze ademen over het algemeen een nostalgische poëzie en ingehouden emotie. Tot zover deze uitzending. Reacties kunt u mailen naar moizo@edetv.nl. Een nieuwe aflevering is te zien vanaf 26 maart. Voor nu, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.